Om een signaal naar het hele dorp uit te jaan, had Jeugdhonk de Sound in Halvert voor eerst het dwarren sletten. Er gebeuren vernielingen in het dorp en dat spelen er ook al wat langer dan een paar weken. Vorige week hebben we een disco-junior hier in de Sound gehad. Na afloop ben er weer vernielingen geweest in het dorp. Dat had u toen besloten om de dwarren dicht te doen. Het spiegeltje van een auto, een ruitenwisker of een antenne draaien. Maar er zijn ook al bepaalde dingen in de bronstutsen. We hadden ook wat ruiten die sneuvelen binnen. Dus het bent behoorlijk de spuigat nu daarin. In Halvert hebben ze er genoeg van. Daarom is er Nijwieke Vreet een gekomst voor het hele dorp om over de vernielings te praten. De ouders en de jeugd die moeten eens een keer hun verantwoordelijkheid nemen. En ik wil ook dat hun die verantwoordelijkheid nemen door dan ook daadwerkelijk eens een keer te komen. We moeten al zien dat er net een bepaalde angst in het dorp gecreëerd wordt van hoe dat groepje is onderwijs en ook in er vandaag iets bij u sneuvelen. Dan kan het beter zijn dat er schoen wordt naar een soort van wacht of mensen die toch opletten gaan van er is iets te rijden in het dorp, het erg maar te roer. Na alle gedachten gaat het om een liedsgroepje rijdraaiers tussen de Tretjen en de Sandje hier. Ze bedieren het net alleen nog voor het dorp, maar ook voor oren jonge Rijn. Bij het spultje, of een speeltuintje daar, dan ben er ook bij die het vernielen en zo. En als het dan anders een op schommel is, dan ben er meestal die stuur die er weer waait. Terwijl ze eigenlijk helemaal niks was dien. De politie kon het net een reactie aan op de vernielings in Halvert. Maar het stak een week ook aanwezig bij de geerkomsten voor de inwoners.